De Centrale Bank van Suriname ligt niet wakker van de actie van het Nederlandse Openbaar Ministerie om de Surinaamse Bank, de Finabank en de Hakeringbank als verdachten aan te merken in de zending van 19,5 miljoen euro vorig jaar april. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft ook 5 cambio's als verdachten aangemerkt. In een gezamenlijke verklaring meldt de Surinaamse moederbank dat reeds vanaf april vorig jaar Suriname haar medewerking heeft verleend aan het Nederlandse OM om de zaak volledig op te lossen. Ze wilde echter dat de banken de 19,5 miljoen euro aan de Nederlandse staat zou afstaan in ruil voor een oplossing. De banken zijn hiervoor niet gezwicht en hebben besloten middels een klaagschriftprocedure de zaak aan de Nederlandse rechter voor te leggen. Het advocatenteam van de Centrale Bank ziet de actie van het Nederlands Openbaar Ministerie als een vervolgstap van oneigenlijke druk plaatsen op de banken. Het team zal daarom stevig verweer blijven voeren, meldt de Centrale Bank in haar persbericht. De moederbank blijft erbij dat de geldzending is uitgevoerd op basis van de wettelijke taken.